Nou, het kopen en verkopen van bedrijven is natuurlijk van alle tijden, maar de laatste tijd, de laatste jaren, maar zeker dit jaar, kan je ook wel zeggen dat er relatief veel gekocht wordt van de Nederlandse beurs. En ja, met de verkoop van TNT, Wavin, Logica, ook nu HIT en een vooraangekondigd bod, kan je wel zeggen dat er een grote verkoopgolf gaande is. Ja. Historisch gezien kan je wel zeggen dat de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laag gewaardeerd worden. En dat betekent inderdaad een eerder zwakte dan sterkte. Goed gefinancierde bedrijven, goed groeiende bedrijven zijn op het moment voor weinig te koop. En waarom zou je als bijvoorbeeld een Mexichem zelf je Europese business gaan opzetten als je met een relatief kleine premie in één keer je hele Europese presence kunt kopen? Als je de laatste tijd kijkt, zie je natuurlijk wat technologiebedrijven die van de beurs worden gehaald. En het lijkt mij ook vrij voor de hand liggend dat we in de retail en de consumentenbusiness overnames kunnen verwachten. Het consumentenvertrouwen is historisch laag. En bovendien is het weer al 2 jaar achter elkaar een verslechterende factor. En dat levert lage waarderingen voor de retailbedrijven op. Dus dat zou een logische sector kunnen zijn waar wat kan gaan gebeuren. Ik denk dat het een redelijk bod is. Zeker als je naar de koers van net voor het bod kijkt van 4,80 euro heb je een aantrekkelijke premie. Kijk je echt naar de lange termijn, en dat doen we bij Teslin toch vooral, we zitten er ook al vanaf 2002 in, is het niet meteen de hoofdprijs. Uiteraard hebben we een aantrekkelijk dividendje mogen ontvangen en heb ik per saldo een positief renderende investering achter de rug. Maar het is toch zeker zo te zeggen dat Saab hier voor een strategisch koopje geslaagd is. Ik denk dat de kopers van de bedrijven op Beursplein 5 zeker uit zijn op die strategische koopjes. Waarom zou je zelf een Europese foothold neerzetten als je het in één keer kunt kopen met een relatief beperkte premie? Het lijkt voor de beleggers een aantrekkelijke premie op korte termijn. Maar als je het op de lange termijn kijkt, en zeker met de historisch lage waardering op dit moment, dan doen we eigenlijk de BV Nederland in de uitverkoop. En dat lijkt ons niet de bedoeling. Bedrijven zijn er om waarde te creëren op de lange termijn en zeker niet op een premietje op de korte termijn.